Goedemiddag. Ik open de vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer El Damanouri. Meneer El Damanouri, ik heet u van harte welkom bij de parlementaire ondervragingscommissie. U bent voormalig directeur van de stichting WAKF in Eindhoven. U heeft de commissie vooraf ook een notitie doen toekomen en die is inmiddels geplaatst op de website van de Tweede Kamer. In dit verhoor stelt de commissie u vragen over ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen en hoe deze invloed kan worden doorbroken. U wordt gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft aangegeven de eed af te leggen. Ik wil u vragen om met uw eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. U heeft van tevoren aangegeven de eed af te leggen en uit te spreken op Allah. Ik zal straks de voorgeschreven eed uitspreken en u antwoord op de wijze die u aan uw godsdienst verplicht bent. Ik verzoek u om te gaan staan. Wilt u mij nadoen en de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo help mij Allah Almachtig. U staat nu onder ede. Allereerst wil ik u in de gelegenheid stellen, net als andere getuigen, om een korte openingsverklaring af te leggen. En u heeft aangegeven daar graag gebruik van te maken. Ik bied u daartoe nu de gelegenheid. Dank u wel. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Islam is een religie van vrede. En niet de boodschappendoener zoals bepaalde media en sommige politieke partijen beweren. Als we kijken naar de overeenkomsten met andere religies, zoals christen en jodendom, dan zullen we zien dat we alle, ieder op zijn eigen manier, hetzelfde doel hebben. Islam is voor moslims niet alleen een geloof, maar het is een manier van leven die het gezonde verstand aan de harten aanspreekt. Islam heeft de moslims verplicht een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin ze leven. Ik zie Nederland als een varende schip met 17 miljoen mensen, inclusief 1 miljoen moslims. De regering en het parlement zijn de bemanning die de koersen bepalen. Ik hoop dat iedereen hand in hand samenwerkt om dit schip varende te houden met respect en rechtvaardigheid. Voor iedereen kunnen we dat bereiken. Dames en heren, ik begrijp dat op uw schouders een enorme last ligt. U bent de bemanning van het schip. In deze functie heeft u de plicht objectief uw onderzoek te verrichten. Objectief zou in mijn ogen moeten betekenen dat alle passagiers gelijk rechten hebben en op dezelfde manier verantwoording moeten afleggen. Dank u. Dank u wel, meneer El Damanouri. Dit verhoor zal worden afgenomen door de heer Stoffer en de heer Mulder. En het lid Stoffer zal beginnen. Ik geef het woord aan hem. Meneer El Damanouri, ik wil het met u hebben over de stichting WAKF en de relatie van deze stichting met de Al-Fakkan Moskee. U heeft verschillende functies bekleed in Nederland, maar ook in Egypte en de Golfstaten. En zo was u ook directeur van de stichting WAKF in Nederland in de periode van 2013 tot 2018. Kunt u kort aangeven wat deze organisatie in Nederland doet? Ten eerste, als u mij de toestaat, ik wil een correctie brengen op uw opening van vanochtend. Want nee, ik wil iets duidelijk maken. Nee, wij stellen hier de vragen. U geeft de antwoorden. U stelt dus de vraag, wilt u een antwoorden hebben? Dus laat u mij, ik ben degene die antwoorden moet geven. Geen correctie. Geeft u mij de gelegenheid om ook een antwoord te geven.
Ja, maar ik wil een antwoord op de vraag die ik u heb gesteld. Nou, Stichting Wakf is een Nederlandse stichting. 100% Nederlandse stichting, die opgericht in 1989. Met de bedoeling om islam en onderwijs te doen in Nederland. Door middel van het steunen van het oprichten van islamitische scholen in die tijd. En tegelijkertijd het bouwen of steunen van een moskee in Eindhoven. Om de islam kenbaar te maken en een positief sociale rol te spelen in de maatschappij. Dat is de rol van de WAF. Toen u directeur was bij WAF, was u dat samen met de heer Imad Ismail Bakri. Die was ook directeur sinds 2013, net als u. Hij was een van de oprichters van de stichting in het jaar wat u zojuist aangaf. En daarnaast ook penningmeester en imam van de Al-Falkaan-moskee. Mijn vraag aan u is, heeft de stichting WAKF ook een inhoudelijke relatie met de Al-Falkaan-moskee? Natuurlijk, ze zijn de eigenaar daarvan. De Al-Falkaan-moskee is eigenaar van de stichting WAKF of andersom? Stichting WAKF heeft de eigendom van Al-Falkaan-moskee. Van het gebouw? Van het gebouw, ja. Van de organisatie? Toen van de organisatie, nu niet meer. Daar komen wij straks nog op terug. U was directeur samen met uw mededirecteur Bakri. Kunt u vertellen wat de rolverdeling tussen u beiden was? Waarom waren er twee directeuren en hoe was de rolverdeling? Mijn rol was mijn taak was het reorganiseren van de hele van alle WAKF-activiteiten. Administratief, financieel, sociaal. Dat was mijn rol. En de rol van de heer Bakri? Hij is de penningmeester en hij is het bestuur. En hij was in ieder geval een adviseur. Maar hij was toch ook directeur? Hij is een directeur, en dat ben ik met u eens. Hij is directeur. Maar hij had geen functie, dagelijks functie. Hij was alleen in naam directeur? Ja. U moest reorganiseren? Ja. Waar was dat voor nodig? Iedere organisatie na verloop van tijd moet alles evalueren en eventueel aanpassen en reorganiseren. Wat hield die reorganisatie in? Gewoon kijken hoe de activiteiten lopen, hoe de relatie met de overheid, hoe de relatie met de gemeente, hoe financieel zelfstandig is het bedrijf in dit geval. Hoeveel personeel had de WAF toen u daar directeur was? Ik was praktisch de enige medewerker, de enige betaalde medewerker met Sheikh Hamad. En voor de rest waren er vrijwilligers bij betrokken? Allemaal vrijwilligers. Hoeveel mensen waren dat? Dat varieert. Vast mensen die meestal komen, er waren 5 tot 10 mensen, maar als je activiteit hebt, dan heb je wat meer vrijwilligers. Wat waren de taken van die mensen? Gewoon de bepaalde activiteit verrichten. En wat was een bepaalde activiteit? Gewoon alle activiteiten die te maken hebben met de moskee. Beginnen met schoonmaken, organiseren, veiligheid houden in de buurt. Nou, alle activiteiten. Praktische activiteiten om het gebouw heen. Ja. U gaf zojuist aan, u was de enige betaalde kracht. Was u fulltime in dienst? Ja. En wie betaalde uw salaris? De stichting. Stichting Al-Wakf. Ik wil het met u hebben over de financiering van moskeeën in Nederland. Een van de twee activiteiten van de WAKF, anders was onderwijs en het bouwen dan van moskeeën. En de rol van bestuursleden daarbij. Nog even terugkomend op het verhaal net, want u werkte samen met de heer Bakri. Zijn enige rol daar was penningmeester? Hij is de penningmeester en oprichter van de stichting. Oké. En hij maar kreeg... hij had geen... dagelijks uitvoerende tak. Nee. Nee. Oké. Okay. Hij kreeg ook niet betaald. Ja, hij was wel in dienst. Hij kreeg wel betaald, ja. Dus de stichting had twee betaalde krachten. Ja. U en de heer Bakri. Ja. Oké. Okay. De heer Bakri is een aantal keren in opspraak gekomen, of is in ieder geval omstreden,
wegens zijn contacten met organisaties die te linken zouden zijn aan terreur. Wist u dat? Ik weet niet eens dat hij gekoppeld is aan organisaties met terreur. U wist dat niet? Nee, dat weet ik niet. Oké. U heeft dat ook nooit gehoord of gelezen? Nee. Oké, dus u kijkt goed terug op de samenwerking met hem? Ja, met plezier. Oké, heel mooi. U werkte voor een Saoedische organisatie? Nee, Nederlandse organisatie. Maar de moedermaatschappij zat in Saoedi-Arabië? Dat is niet waar. Niet waar? Nee, het is een Nederlandse stichting die opgericht is in 1989. Mm-hmm. En het blijft Nederlandse stichting. Het heeft helemaal niets met Saoedi te maken, behalve dat bestuursleden en medeoprichters hebben de Saoedische nationaliteit. Maar het is geen Saoedische organisatie. Stichting WAK Nederland is geen dochterorganisatie of onderafdeling van de Saoedische organisatie Al-WAK. No. Oké, ik denk dat mijn collega daar straks op terugkomt. Buiten dat er Nederlandse organisaties met Saoedische bestuurders zijn, zijn er ook organisaties uit Kuwait en Qatar die een rol spelen bij de financiering van moskeeën in Nederland. Je hebt de Europe Trust Nederland, de NICTA Trust. In uw tijd, toen u bij de WAK werfde, had u contact met die organisaties? Nee. Helemaal niet? Nee, ik ken ze niet eens. Nooit van gehoord ook? Wel tijdens de verhoor hier. Maar daarvoor had u nog nooit van die... Oké. Nee hoor. Toch even checken of ik uw eerdere antwoorden goed begrepen heb. De Nederlandse stichting WAKF had als een van de twee doelstellingen om moskeeën te bouwen in Nederland. Ja. En u had daarvoor een penningmeester in dienst die onder andere ook zorgde dat er fondsen gerealiseerd werden. Ja. En dan zijn er andere organisaties uit Qatar en Kuwait die eigenlijk hetzelfde werk doen en die kent u niet. Ik ken organisaties in Qatar, maar niet wat u genoemd heeft. Kent u de stichting Al-Noor? Tuurlijk. Had u daar wel contact mee? Tuurlijk. Ik ben volgemachtigd van de stichting. Aha. Oké, wij komen daar zo meteen nog op terug. Even naar een gesprek eerder dat we vandaag hadden met meneer Van der Blom. Het zou kunnen dat meneer Van der Blom ongeveer gelijk werk verrichtte als de heer Bakri, want hij zorgde ook voor financiering van moskeeën. Kent u meneer Van der Blom? We hebben elkaar een paar keer ontmoet, ja. Oké, en wisselt u dan informatie uit over fondsenwerving? Nee, we hebben gewoon een sociale contact gehad, maar niet op zakelijk gebied. Oké. De stichting WAKF, die had dus geen mensen in dienst die eigenlijk hetzelfde deden als meneer Van der Blom, of juist wel? Het financieren, het zorgen voor financiering van moskeeën. We hebben niemand in dienst die dit dak had. Dat is gewoon een onderdeel van het administratief werk wat we hebben. Het is niet echt, we hebben niet iemand die een soort marketing ging doen om speciaal fondsen te werven. Dat hebben wij niet. Oké. Okay. En u zei net dat de heer Bakri had geen actieve rol. Hij had geen dagelijks actieve rol, nee. Maar hij werd wel betaald. Hij wordt niet dagelijks. Hij is aan de ene kant is een directeur natuurlijk in de Kamer van Koophandel, want hij is gemachtigd. Aan de andere kant was hij voor ons een adviseur op het gebied van religie. Ja? En als we kunnen zeggen, ja, af en toe hadden hij contacten om te kijken, nou kunnen we financiering regelen als penningmeester. Maar niet een voltaak. Maar betaalde de stichting, de heer Bakri, nu om te realiseren dat de moskeeën in Nederland gebouwd kunnen worden? Of omdat hij u religieuze adviezen gaf? Nee, toen hij aangenomen is in 2013
is die pas in dienst. Daarvoor was het alleen maar een penningmeester en dat was gewoon als adviseur, religieuze zaken. Oké. Ik wil het nu met u even hebben over de mogelijke beïnvloeding die meekomt met het geld dat vanuit het buitenland komt. En we hebben deze week een aantal keren gehoord, wie betaalt, die bepaalt. Wie het geld geeft, die mag beslissen wat er dan mee gebeurt. En in uw verklaring stelt u heel duidelijk dat het geven van geld aan een moskee, of voor een moskee, geen enkele invloed heeft op het beleid van de ontvangende partij van die moskee dan. Of zoals u het zegt, en ik quote even uit uw verklaring, de gedachte dat zo'n gift bedoeld is om de koers van de ontvanger te bepalen, staat haaks op het islamitische recht. Dat is letterlijk uit uw verklaring. Ja. Nu hebben we vanochtend de heer Van der Blom gehoord en we hoorden hem zeggen dat bij de Esalam Moskee, de Maktoum Foundation, de totale zeggenschap heeft gekregen. Okay. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Die vraag kunt u denk ik aan de Esalam Moskee vragen. Maar kunt u dat vanuit uw kennis? Ik heb het nooit meegemaakt. Nog nooit? Nog nooit meegemaakt dat iemand zegt, zo moet je het beleid uitvoeren. Omdat ik geld geef. Meneer Van der Blom had het er ook over dat zijn eigen imam niet meer mocht predigen en dat bepaald werd vanuit het buitenland wie daar predigde. Kent u die situaties? Nee. Ook nooit? Nooit meer. Nooit. Nee. Als we het gaan hebben over het waarom van de financiering. Kunt u ons uitleggen waarom het voor Golfstaten en Saoedi-Arabië zo interessant is om geld te geven, om hier in Nederland moskeeën te stichten? In deze instantie de vraag kunt u beter stellen aan Saoedi zelf, niet aan mij. Want dat is niet mijn taak om te weten. Maar u bent directeur bij een stichting die onder andere als doel heeft om ervoor te zorgen dat de moskeeën in Nederland kunnen worden gebouwd met buitenlandse financiering. Het hoeft niet altijd met buitenlandse financiering te zijn. Dat heb ik ook niet gezegd. Dat dit met buitenlandse financiering is. Ik heb gezegd dat het de doel van de stichting. Maar ik heb niet erbij gezegd dat het door middel van buitenlandse financiering. Want u bent er nooit betrokken geweest bij buitenlandse financiering. Tuurlijk. Wel. Tuurlijk. En dan gaat u dus naar bijvoorbeeld... Maar niet voor moskeeën. Waarvoor wel? Ik ben betrokken bij het financiering van gebouwen, maar niet met als doel om moskee van te bouwen. Maar zo'n gebouw kan later opeens een moskee worden? Nee. Oh. Nee. Dat staat duidelijk in mijn correspondentie zelfs met de burgemeester, als ik het zo mag noemen, van Rotterdam. Dat we alleen een gebouw gaan opzetten of de activiteiten gaan voortzetten die binnen de bestemmingsplan past aan de stad in een officieel document. Nee, snap ik. Maar nog even terug. U heeft dus een stichting in Nederland, volledig Nederlandse stichting. Ja. En u wilt de islam beter bekendmaken en u wilt moskeeën bouwen. Ja. En u heeft ook iemand in dienst die wel eens naar het buitenland gaat om daar financieringen te regelen. Niet als hoofddoel. Nee, want maar het is een bijzaak. Oké. Okay. Maar dan weet u dus dat er geld uit het buitenland komt om hier in Nederland een moskee te financieren. Om de operationele zaken van de moskee te financieren, okay. Ja. En dan maar niet om een moskee te bouwen. Dan nogmaals mijn vraag. Waarom is het voor Golfstaten, voor de Saoedi-Arabië zo interessant, zo goed voor hun om dat in Nederland te realiseren? Onderdeel van de islam, dat wij als moslims doen ons werk voor hiernamaals. Ja? En wij hebben binnen de islam iets dat heet zakat. Dat is een van de vijf zuilen. Dat betekent dat je van je geld afgeeft om voor een paradijs iets te vinden. En op basis daarvan willen de mensen in dit geval wat we noemen da'wah, bekendmaking van de islam. Ja, met de hoop dat zij daarmee zegen ze krijgen. Ja, en daardoor geven zij gewoon geld. Hebben we vanochtend ook gehoord, en is de zakat, en dat is, ja. Dat is onderdeel.
Maar waarom willen ze zo graag dat in Nederland doen? Het is niet alleen Nederland, het is over de hele wereld. Het is niet alleen Nederland als doel. Zij doen het over de hele wereld. Eerder in de verhoren hoorden we dat de geldstroom uit Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten sterk zijn afgenomen de afgelopen jaren. En dat gat is opgevuld door Kuwait en Qatar. Heeft u dat ook gemerkt met uw activiteiten? Ik heb contacten gehad met Qatar, maar ik heb geen contact gehad met Kuwait, dus ik weet het niet. Maar merkt u dat er minder geld uit Saoedi-Arabië komt? Het is door de wet geregeld daar dat je niet als individu mag doneren, maar het moet altijd via officiële instanties dat. Maar daar heb ik niet mee gemaakt. Nee, maar heeft u gemerkt dat er uit Saoedi-Arabië minder geld wordt gegeven? Ik kan het niet merken, want ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik heb nooit geld ontvangen uit Saoedi als donatie. Dan nog één keer terug naar de manier waarop u samenwerkte met de heer Bakri. Die ging naar het buitenland en ook naar ambassades om financiering te regelen. Mm-hmm. Dan kwam hij na een paar dagen terug. En u kende elkaar en dan vroeg u vast hoe zijn reis gegaan was en of die succesvol was geweest. Ja, maar in mijn tijd hij ging nooit geld halen aan Saoedi. In de tijd dat u bij de WAKF, Stichting WAKF Nederland, heeft u... Heeft hij nooit geld gehaald uit Saoedi. Is er in die tijd op een andere manier geld gekomen? Niet via de heer Bakri, maar op een andere manier. Ik heb één keer geld gehad uit Qatar op de rekening. Een donatie voor een activiteit, meer niet. En voor de rest wordt het geld overgemaakt op de rekening van de stichting. Maar dat is uiteindelijk niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is niet mijn taak. Maar u bent directeur bij die stichting en u ziet niet... Ik ben niet de penningmeester, ik ben een directeur. Maar niet de penningmeester. U heeft dat geld uit Qatar gekregen, terwijl u... laat ik anders vragen. WAKF, dat is een begrip dat oorspronkelijk toch uit Saoedi-Arabië stamt? Nee, WAKF betekent rust in het Nederlands. Klopt. En dat is gewoon een term die aanwezig is in de alle islamitische wereld. Overal. Ook in Turkije. Overal. WAKF betekent iets dat hij een rust doet om daar vandaan geld uit te geven. Ja, duidelijk. En u heeft geen geld uit Saoedi-Arabië ontvangen, zegt u. Tenminste, zolang u bestuurslid was. Ja. Maar u heeft wel gebouwen gefinancierd. Moskeeën, maar andere gebouwen, zei u. Ja. Wat voor gebouwen waren dat? Dat zijn commercieel gebouwen. Waarop bedoeld? De ene is een schoolgebouw in Rotterdam. En de andere is een fabrieksgebouw in Eindhoven. Uh-huh. En hoe werden die betaald? Die gebouwen? Nou, die worden door Qatar betaald. Dus u kreeg geld uit Qatar? Nee, de eigenaren kregen geld uit Qatar. Want die is gekocht, de ene voor een Duitse stichting en de andere is voor WAKF. De ene is betaald van een lening aan de stichting in Duitsland, omdat het de bestuurs zijn mensen uit Qatar. Dat is Al-Noor? Dat is Al-Noor. Ja. En het gebouw in Eindhoven was door middel van een lening tussen Qatar en de WAKF. Maar u heeft dat geld niet gevraagd. U krijgt opeens geld voor een gebouw. Ik krijg niks. Er werd geld overgemaakt om Al-Noor in de gelegenheid te stellen eigendom te krijgen over een gebouw in Eindhoven. Nee. Nee. Laat mij u nogmaals vragen. Heeft u in de tijd dat u directeur was van de stichting Al-Wakf Nederland ooit geld ontvangen als stichting, niet u persoonlijk, als stichting
om een gebouw aan te kopen. Als u mij dat toestaat, zal ik de procedure uitleggen. Nee, we komen zo tot de procedure. Nee, Ik heb geen geld gekregen. Nee. Ik heb geen geld gekregen of geld aangeboden gekregen. U ook niet, de stichting. Ook de stichting niet. Nee, zo werkt het niet. Oké, duidelijk. Komen we op terug. Dan ga ik nu specifiek in op de wijze hoe u die financiering regelt. U bent niet zelf naar Qatar of Saudi-Arabië geweest, gaf u aan. Bent naar u wel Qatar eens op de ambassade? Ik ben naar Qatar geweest. Wel naar Qatar? Tuurlijk. Ja. En daarna kwam dat geld ook op uw rekening. Want u zei, één keer had u geld ontvangen. Als u vraagt over de procedure, dan geeft u mij de gelegenheid om de procedure uit te leggen. Want dat scheelt ons heel veel tijd. Ik loop met u de procedure door. Als u naar Qatar of Saudi-Arabië zou willen, of meneer Bakri zou dat willen, hoe weet u dan naar wie u toe moet? Krijgt u dan een naam door van de ambassade? Nee. Regelen zij ook geen contacten voor u in die landen? Nee. Wie doet dat dan wel? Dat doen we zelf. Via de vrijwilligers die bij uw stichting in dienst zijn? Via gewoon je eigen netwerk. Dan weet je dat een bepaald... Het is bekend dat bepaald charities, organisaties aanwijzen in een bepaald land. En die ga je aanschrijven. Klopt, maar ik heb u in het begin gevraagd of u die verschillende charities kent. En die kende u niet. Degene die u genoemd heeft, die ken ik niet. Die niet, maar wel andere. Ja, okay. Ik heb specifiek deze genoemd, dat ik die niet kende. Oké, okay. Zij zorgen dan voor, u zorgt dan zelf voor de contacten. En dan gaat u dus naar bijvoorbeeld Qatar toe om de zaak te bepleiten. Mm-hmm. In dit geval was dat een schoolgebouw in Eindhoven. Dat is een schoolgebouw in Rotterdam. In Rotterdam. En als u daar dan komt, moet u zich dan eerst aanmelden bij de ambassade daar in dat land of bij een ministerie van godsdienstzaken? Nee. Bij wie klopt u dan aan? Bij de charity zelf. Bij de charity zelf. Dat gaat zonder tussenkomst van welke statelijke organisatie? Nee, geen idee. Okay. Daar heeft u uw zaak bepleit. En dan krijgt u een toezegging dat het geld akkoord is en dat ze dat willen betalen? Nee. Wat krijgt u dan te horen? Je maakt een voorstel van je project. Ja. En dan, als je als organisatie al van tevoren hebt geregistreerd daar en je wordt gecheckt vanuit de veiligheid, dat je geen slechte naam hebt en geen slechte dingen doet, mm-hmm, dan mag je je project presenteren. Oké. Okay. En als ze mee eens is, dan mogen ze het pas gaan markten. Maar dat probeerde ik eigenlijk ook te zeggen. U presenteert uw project en... Mijn Nederlandse jargon is niet zo sterk als die van u. Dus ik doe het simpele woord. Het is goed dat we elkaar aanvullen. Komt het geld dan via de bankrekening bij u? U zei u heeft één keer altijd geld. Altijd via de bankrekening? Altijd via de bankrekening. Nooit cash? Nooit cash. Geen cryptocurrencies? Alleen maar bankrekening. Dan wil ik nog even ingaan op de verantwoording, want dan heeft u dat geld gekregen. Hoe rechtvaardigt u dat u dat geld gekregen heeft? Moet u foto's opsturen? Komt er af en toe iemand langs om te kijken? Ik krijg het geld niet op de rekening van mezelf, nog van de rekening van de stichting. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de rekening van de notaris. Ik krijg geen cent op mijn eigen rekening of op de rekening van de stichting. Het geld gaat rechtstreeks naar de notaris. En dan gaat door de normale toezicht aan de organisaties in Nederland. Ik heb geen cent op mijn rekening gekregen als persoon of als stichting. Allemaal naar de rekening van de notaris.
omdat u net zei dat u wel één keer geld had gekregen. Maar dat is wat ik bedoel. Ik heb één keer geld gekregen, maar dat was voor een conferentie. Dat was niet maar voor niet dat, voor het gebouw. Dat was niet voor dat schoolgebouw. Nee. Alles gaat via de notaris. Ik krijg geen geld voor projecten, voor het kopen van gebouwen op de rekening van de stichting. Alles gaat rechtstreeks van buitenland naar de rekening van de notaris. En wat ik u vroeg, hoe controleren zij dan, de gever van het geld, dat het gebouw er staat en ook als school of wat dan ook gebruikt wordt? Nou, in ons geval staat in dit geval het gebouw op naam van de stichting Anor in Rotterdam. En dat is voldoende voor degene die het geld heeft? Het is hun stichting. En in dat aspect was ik alleen maar een beleggingsadviseur. U was een beleggingsadviseur? En niet zo slecht ook. U was een hele goede beleggingsadviseur? Een hele goede. Perfect. Beter dan meneer Van der Blom? Ik weet niet of meneer Van der Blom beleggingsadviseur is. Maar dat is mijn vak. Oké. Dan een hele basale vraag. Als u een beleggingsadviseur bent, krijgt u dan ook nog een bonus voor uw activiteiten? Nee. Dat was gewoon onderdeel van mijn werk. Ik kreeg niks voor. Want dat doe ik ook voor hier namaals. Het was gewoon een activiteit die uiteindelijk ten goede komt van de moslim, van de maatschappij. Dus ik vind als een moslim dat dit mijn taak is. Oké. Ik zou met u het willen hebben over een paar specifieke casussen, waar u juist al enkele keer aan gerefereerd hebt, maar waar ook de stichting WAKF bij betrokken was. Wellicht heeft u gisteren gezien dat wij de heer Lauwets en mevrouw Hartzi spraken over de Al-Huda-moskee in Geleen. En zij gaven aan dat het nieuwe bestuur, met daarin Stefan Zentveld, het grootste islamitische centrum van Europa wilde bouwen in Geleen. Welke rol speelde uw stichting daarbij? Geen. Geen enkel? Niet in mijn tijd in ieder geval. Uit de NSC van 26 april 2018 hebben wij informatie dat een aanbevelingsbrief, een taskia, werd geschreven vanuit de stichting WAKF. Het zou best kunnen. Taskia is gewoon standaard iets. Dat is een aanbevelingsbrief. Maar u zegt, de stichting had geen enkele... Ik kan me niet herinneren dat dit dat gedaan is. U was directeur? Is dit in mijn tijd gebeurd? Zit mijn handtekening eronder? Was u op 26 april 2018 al weg bij de stichting WAKF? Ik ben weg in 1 oktober 2018. Dan was het in uw tijd. Nou goed, dan moet ik gaan kijken, zit mijn handtekening eronder of niet? Misschien heeft iemand anders het gedaan. U was niet op de hoogte. Zelfs een aanbevelingsbrief. Dat is gebruikelijk. U zegt zojuist op mijn vraag of de stichting erbij betrokken was, zegt u. Nee, ik kan me niet herinneren. Ik kan me echt niet herinneren. Kunt u het niet herinneren? Of is de stichting niet betrokken geweest? Nou, dan zou ik zeggen, ik kan me echt niet herinneren of ik dat gedaan heb. Ik heb geen contact gehad met de stichting. U heeft de stichting WAKF, waar u directeur van was, had naar uw mening geen enkele betrokkenheid bij de aanbevelingsbrief voor dat islamitisch centrum in Geleen? Ik kan me niet herinneren. U kunt zich niet herinneren of het is niet gebeurd? Ik kan me niet herinneren. Kunt u zich niet herinneren of is het niet gebeurd? Ik kan me niet herinneren. Is het ook niet gebeurd? Ik kan me niet herinneren. Is het daarmee... Ik kan hem echt niet herinneren. U kunt het vraag 20 keer herhalen. Ik kan me echt niet herinneren dat ik die brief specifiek wel of niet heb gedaan. Het is helder dat u het niet kunt herinneren. Ja. Maar is het ook niet gebeurd? Wat? Dat een aanbeveling is geweest? Vanuit de stichting WAKF? Dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Maar het kan wel gebeurd zijn.
Het zou best kunnen. En u bent directeur en ging er zaken om u heen? Moet ik iedere brief nog herinneren wat ik in 5 jaar getekend heb? Denk ik niet, hè? Dus u zegt daarmee dat het niet heeft plaatsgevonden? Wat zegt u? Nee, ik zeg, ik kan me niet herinneren. Voor het wel niet plaats heeft gevonden. Dat heeft al al heeft het een plaats gevonden. Ik weet het niet, maar... Kunt u dat nagaan? Ik kan niet meer nagaan, want ik ben niet meer betrokken bij die stichting. Hoe kan ik nagaan? Maar u kunt zelf nagaan, want u kunt alle documenten bij hem vragen. En kunt u kijken, hebben wij dat wel of niet gedaan? U sluit dus niet uit dat die brief geschreven is? Nee, ik sluit het niet uit. Ik kan het niet beamen, ik kan het niet ontkennen. Vrij simpel, ik kan me niet herinneren. Gebeurden er meer zaken bij de stichting WAK waar u misschien niet van op de hoogte was? Als u verder vraagt, dan kom ik wel achter. Wat ik wel en nog niet weet van... Maar u was directeur? Ja. Dan ga ik ervan uit dat u integraal verantwoordelijk was voor de organisatie. Mm-hmm. Dan weet u toch wat er in zo'n kleine organisatie plaatsvindt? Ja, maar moet ik in 5 jaar onthouden wat ik allemaal heb ondertekend? Een beetje moeilijk, denk ik, hè? Ik zeg niet dat u ondertekend heeft. Mijn vraag is of de stichting een aanbevelingsbrief heeft geschreven. Aanbevelingsbrief is iets wat regelmatig voorkomt. Voor studenten bijvoorbeeld die willen studeren aan een bepaalde universiteit. Dan komen ze een aanbevelingsbrief vragen. Nou, dat geef je. Een bepaalde moskee die zegt, oké, ik wil daar en daar gelden gaan verzamelen. Kan je voor mij een aanbevelingsbrief schrijven? Maar dit gaat over... Nou, dat doen we. Dit gaat niet over een student. Dit gaat over het grootste islamitische centrum van Europa. En u heeft daar geen enkele herinnering aan? Ik weet niet eens of dit de grootste islamitische... Ik bedoel... Ik ben nooit daar geweest. Ik heb nooit contact met de mensen gehad. Dat is wat ik wel ga kunnen herinneren. Als een aanbevelingsbrief is geschreven... Nou, zie ik het ook graag. Want dan vergeet ik het niet meer. Goed. U sluit het niet uit, maar u geeft aan dat u daar geen actieve herinnering aan heeft. Ja, ik heb geen actieve herinnering aan. Goed. Ik wil verder met u gaan, want het gaat ons om hoe financiering werkt in Nederland, vanuit het buitenland. Ik zou met u willen ingaan op de koop van het pand in Rotterdam, waar u zojuist al aan heeft gerefereerd, in juli 2016 voor 1,7 miljoen. En waarbij u als directeur van de stichting WAK betrokken was. Kunt u kort aangeven wat het doel van die aankoop was? Wat zegt u? Wat was het doel van de aankoop van het pand in Rotterdam? De bedoeling was om als investeringsobject te hebben. In de eerste instantie het gebouw zou gebruikt worden binnen de bestemmingsplan, waar daarna zou een beleggingsplan gemaakt worden voor die pand, om commercieel object van te maken. En wat zouden die commerciële activiteiten zijn? Nou, je kan heel veel dingen bedenken, beginnende bij het omvormen naar appartementen, of het gebouw slopen en dan daar huizen bouwen. Maar in het begin zou het alleen maar sociaal, gezondheidsactiviteiten. En dat is allemaal in een officieel brief bevestigd aan de burgemeester van Rotterdam. En als u wilt, kan ik u voorzien van een kopie daarvan. Het doel was dus commerciële activiteiten, passend in het bestemmingsplan? Nee, sociale activiteiten. En dan als het bestemmingsplan of als de activiteit veranderd zullen worden, dan zal een aanvraag ingediend worden bij de gemeente om de bestemmingsplan aan te passen. Was het niet beoogd om een islamitisch lesinstituut te beginnen? Islamitisch, sorry, wat? Een islamitisch lesinstituut. Past nee. Dat? Nee. Helemaal niet. Dat heeft de media van gemaakt. Maar nogmaals, u kunt de brief, de officiële brief, die aan de burgemeester van Rotterdam is gestuurd, waar erin staat wat het doel is
van het kopen van het gebouw. Stond precies erin alle activiteiten. Ik kan het voor u noemen. Nee, is helder. Wat u aangeeft, geeft u aan. Ik wil terug naar die financiering. Want de stichting WACF had dat geld niet op de rekening staan. Die 1,7 miljoen. De stichting WACF heeft niks met het project te maken. Had u er ook niet mee te maken? Ik wel. Maar u was toch van de stichting WACF? Ja, maar in dit geval was ik als beleggingsadviseur voor de stichtingen nodig. Ik heb niet toegetreden als WACF in dit geval. U gaf straks aan dat u fulltime in dienst was van de stichting WACF. Had u... Fulltime is 40 uur per week. U had nog nevenactiviteit. Dat was de nevenactiviteit, ja. Dus als adviseur van de Al-Noor Foundation heeft u zich met deze zaak bezig gehouden, ja. Met de aankoop van dit pand. Ja. Waarom wilde de Al-Noor Foundation investeren? Al-Noor Foundation had een gebouw in Duitsland en ze wilde gewoon verder investeren, gewoon commerciële activiteiten verrichten. Dus ik heb dat gebouw aan hem voorgesteld. De financiering, kwam die uit Qatar? Ja. Kunt u vertellen van welke organisatie of welke persoon dat geld kwam? Van welke persoon, dat weet ik niet. Maar van welke organisatie, dat is VID Charity, is gekomen. Qatar Charity. Naïde Charity. En daarachter zaten personen die dat... Zaten donateurs. En u weet niet wie de donateurs zijn? Niet met naam. Niet met naam? Maar wat weet u dan wel? Ik weet dat twee personen hebben dat betaald. Twee personen? Ja. Maar u weet niet wie die twee personen zijn? Waarom niet? Het is niet mijn taak. En normaal gesproken zit die charity tussen de individuele donateurs en de mensen die het geld krijgen. Maar u weet wel dat het twee personen waren? Ik weet dat ze twee personen zijn, ja. Hoe bent u daarachter gekomen? Dat heb ik gehoord van de mensen in Qatar. U was daar? Ik ben daar geweest natuurlijk. En u heeft niet die twee personen ontmoet? Ik heb verschillende mensen ontmoet, maar ik weet niet wie precies. Maar u heeft niet die twee personen ontmoet? Ik denk het wel, maar wie ze zijn precies weet ik niet. Dus u heeft de personen ontmoet? Ik heb verschillende mensen het project aangeboden. Voor een presentatie gehouden over het project. Want er zijn potentieel donateurs en is aan Eide Charity. En voor hoeveel mensen? En dan hebben zij... Mensen hebben geld gedoneerd voor dat project. Maar wie precies? Ik heb meer dan 10 of 12 mensen gezien. Dus u heeft 10 tot 12 mensen gezien, het project gepresenteerd. En uit die 10 tot 12 zijn twee van hen die het project hebben gefinancierd. Wat voor soort mensen waren die 10 of 12 personen? Nou, ze waren Qataris. Met geld ga ik vanuit. Waren het zakenmensen? Ik neem aan van wel. U heeft ze niet gesproken? Ik heb ze gesproken, maar ik weet niet wie ze zijn. Was de achtergrond daarvan? Geen idee. U heeft daar totaal niet over gehad? Nee. Dat is privacy van de stichting zelf, daar heb ik niks mee te maken. Maar u heeft de mensen zelf gezien? Ja, maar ik ken de mensen niet. Ik word meegenomen door een van de mensen van de stichting zelf. Die introduceert mij aan een potentieel donateur, waar ik de presentatie mag houden. Hoe was die setting? Hoe bedoelt u met die setting? U hield een presentatie voor 10 tot 12 personen? Nee, iedere individueel alleen. Dus u heeft 10 tot 12 presentaties gehouden? Ja. En hoe werkte dat? Kreeg u vragen van die mensen? Ja. Je krijgt vragen over wat voor project, wat het is, wat wordt daar gedaan? Wat is de bedoeling? En wat zei u dan, wat de bedoeling was? Nou, ik vond het gewoon een heel goed investeringsproject. Er kwamen geen andere vragen? Nou,
de normale vragen die iedere belegger kan stellen. Hoe veilig is het, wat is het risico, al die dingen. Gewoon standaard beleggingsvraag. En u heeft geen idee of het zakenmensen waren? Of? Ik ga vanuit van wel, ze zijn mensen met geld. Wat ze allemaal doen, heb ik geen idee. U bent ook zakenman? Ja. Als u een andere zakenman iets presenteert, dan heeft het niet over wat u voor zaken doet. Ik ga daar voor een bepaald doel en een bepaald project. En daar hou ik me aan. Ze heeft geen enkel beeld bij wie die twee personen waren die die financiering hebben verzorgd. Een vervolgvraag. Waarom is er bij Qatar Charity aangeklopt en via Qatar Charity die personen benaderd? En waarom is dat niet via Saoedische organisaties gegaan? Dat zal veel logischer gezien geweest zijn gezien alle contacten die vanuit de stichting WAF waren. Of zegt u van de stichting WAF had geen enkele betrokkenheid en de Anhoor Foundation richt zich op Qatar? Kunt u misschien de vraag nog een keer herhalen? Ik zal de vraag heel kort herhalen. Ja. Waarom Qatar en waarom niet Saoedische organisaties? Ik heb geen contact met Saoedische organisaties. De Al-Noor Foundation heeft dan in contact met Qatar. De Al-Noor Foundation, die de oprichters van, zijn mensen uit Qatar. Okay. Zijn er ook voorwaarden gesteld aan de financiering? Nee. Geen enkele voorwaarden? Geen enkele. Het ging alleen om rendement? Ja. Financieel rendement? Ja. Waarom investeerde men dan in een pand in Nederland en niet elders? Omdat de pand die voor 1,7 miljoen gekocht is, is nu bijna 4 miljoen waard. Terug naar Rotterdam. U ontkent het. Maar er waren zorgen over dat er een islamitisch lesinstituut in dat pand gevestigd zou worden. Na protesten uit de buurt en gesprekken met burgemeester Abu Taleb en ook de financiers uit Qatar is dat plan afgeblazen. Was u of uw collega daarbij betrokken bij die gesprekken? Ik heb één gesprek gehad. Met de burgemeester van Amsterdam. Van Rotterdam, sorry. Daarover. En wat was de uitkomst van dat gesprek? De uitkomst van dat gesprek. En ik citeer de laatste woorden die de burgemeester gezegd heeft. Als je het gebouw. Als het gebouw klaar is. Voor het beginnen van de activiteiten. Nodig de gemeenteraad uit. En nodig de media en de buren voor een kopje koffie en ga aan hun presenteren de activiteiten. En mijn vraag was aan de burgemeester, als ik de gemeenteraad uitnodig, komt u op? Hij zei, ik ben de voorzitter daarvan, dus ik ben erbij aanwezig. Dat waren de laatste woorden tussen mij en de burgemeester van Rotterdam over dit project. En daar is één gesprek over geweest. Ik heb zelf met hem één gesprek gehad daarover. Een gesprek één op één? Daar zat een collega van mij erbij en ik denk zijn secretaresse. En die collega was van de Anhoor Foundation? Nee. Dat was gewoon een vriend van mij als adviseur. Was dat iemand die ook bij de stichting WAKF betrokken was? Nee. Nou, u zegt het is een collega. Het is een collega, ja, want we hadden elkaar, met elkaar samengewerkt aan de islamitische scholen in de 90 jaar. Van in dat opzicht is hij een collega. Een oud collega? Een oud collega. Dus er waren vier mensen bij dat gesprek? Ja. Er heeft één gesprek plaatsgevonden. En op basis daarvan heeft u die uitspraak die u zojuist gaf? Dat was de laatste zinnen in het gesprek.
Is daar niet gesproken over bezorgdheid vanuit de omgeving? Dat is geuit door de burgemeester toen. En ik heb het toen weggewerkt. En het bewijs daarvan zijn woorden. Die trouwens ook staan en in de brief. Heb ik toen herhaald in de brief. En daarmee was alle bezorgdheid weggenomen? Ik hoop van veel. Maar achteraf blijkbaar van niet. Waaruit blijkt dat? Dat de transparantie die ik toen getoond heb, was misbruikt. En het project tegengewerkt. Wie heeft dat misbruikt? De gemeente Rotterdam en de overheid van Nederland. Wat is dat misbruik? Zij hebben delegatie gestuurd naar Qatar om de mensen daar onder druk te zetten. Om een besluit te laten nemen om het gebouw te verkopen. Dus daarmee was die bezorgdheid zeker niet weggenomen? Dat blijkt achteraf. Kon u die bezorgdheid begrijpen? Nee. Waarom niet? Er is geen reden voor bezorgdheid op het moment dat je met iemand aan tafel zit. En je praat met hem. En hij is transparant genoeg om alles te vertellen, alle ins en outs. En bevestigt dat officieel in een brief. Wetende ook dat uiteindelijk niks kan gebeuren in dat gebouw zonder medewerking van de gemeente. Maar helaas, moslims mogen dat gebouw niet in handen hebben. Het moet per se naar een niet-moslim gaan. Dat is wat er gezegd is. Heeft u in dat gesprek ook aangegeven dat er één of twee mensen uit Qatar de financiers waren? Dat was alles bekend, alles staat in de brief. Dat alles is geregeld toen die financiering is toen geregeld door Qatar. Door Idi Charity. Dat staat in het gesprek en dat staat in het verslag. En is daar ook niet de vraag op tafel gekomen wie die twee personen waren? De burgemeester zelf en een delegatie van 6 mensen zijn naar Qatar geweest en ze hebben lange gesprekken gevoerd met Idi Charity daarover. Dus ik hoop dat zij achter zijn gekomen. Hebben zij gesproken met die twee mensen die investeren? Geen idee. Ik weet dat ze wel met Idi Charity gesprekken hebben gehad. Of ze met de mensen zelf gesproken hebben, ik was niet erbij. En u ook niet meer daarna? Het pand zelf, is via Al-Noor weer te koop gezet. Klopt dat? Te koop gezet? Ja, natuurlijk. Er was ook een koopovereenkomst met het Zwitserse bedrijf Unicor. Ja. Was u daarbij betrokken? Ik ben degene die heeft het ondertekend. U heeft het ondertekend? Ja. Wist u dat Unicor contacten had met salafistische organisaties? Hoe bedoelt u salafistisch? Zoals ik het zeg. En wat is salafistisch? Mijn vraag is of u wist dat ze banden hadden met een salafistische organisatie. Ik moet eerst weten wat een salafistische organisatie is. Maar ik stel u hier de vragen. Nee, maar goed, ik moet beantwoorden. Ja? Dus ik vraag u een antwoord. Ik moet beantwoorden over iets wat ik niet begrijp. U begrijpt niet wat een salafistische organisatie is? Ik weet niet wat u bedoelt met salafistisch. Is dit dezelfde begrip zoals ik het weet? Of is het een ander begrip? Ik weet niet wat u weet. Wat verstaat u onder de salafistische organisatie? Salafisten zijn iedere moslim die Allah volgt en de Koran volgt en de profeet vrede zijn met hem en haalt zijn leer vandaan. Dit is een salafist. Is dat die salafist waar u het over heeft? We hebben afgelopen maandag een gesprek gehad met de heer Schoof van de AIVD. Ja. Die heeft ook duidelijk een definitie gegeven van salafistisch gedachtegoed. Wat is dat? Het is mij niet bekend. Onder andere om politieke invloed, via politieke invloed, ergens binnen te komen. Dus herkent u dat? Nee. U wist niet dat Unicor
contact had met salafistische organisaties? Dan moet aan hem vragen, maar ik weet het zelf niet. U wist dat niet? Nee. Wat was uw beeld bij Unicor? Is gewoon een zakenman en ontwikkelaar. Die heeft projecten in Zwitserland. En die was van plan om dit gebouw te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam heeft het tegengehouden. Klopt dat? Ja. Waarom? Wat ik zei. Dit gebouw moest per se in een bepaalde handen terechtkomen. En die handen mogen geen islamitische handen zijn. Geen banden met salafistische organisaties? Nee, geen islamitische handen. Dit gebouw mag niet in handen zijn van een moslim. Waarom niet? Die vraag moet u stellen aan Rotterdam, niet aan mij. U heeft daar geen enkel beeld bij? Nee. Is het pand inmiddels verkocht? Ik heb geen idee, want vanaf het moment dat ik deze koopovereenkomst heb ondertekend, heb ik geen banden meer met hen. Met wie is hun? Met Anwar Foundation of met het gebouw. U heeft geen enkele connectie daarmee? Nee. Waarom niet? Ik heb geen rol meer daarin. U was toch adviseur? Oké. Okay. Het project is gekocht en verkocht. Mijn taak is afgelopen. Is het pand ook verkocht? Ik heb het verkocht aan de Zwitser. En vanaf dat moment heeft u afscheid genomen van Al-Noor? Ja. Of Al-Noor van u? Maakt weinig uit, we zijn uit elkaar. Ik denk dat we verder gaan met een andere aankoop, want ik heb gezegd, ik wil u twee casussen voorleggen. Ik wil ook over naar de Al-Farkaan moskee. Want in november 2016, heeft u straks ook aangerefereerd, kocht de Al-Farkaan moskee, waarin de stichting WAKF huisvesting heeft, in Eindhoven voor €620.000 een pand. Klopt. Vlakbij de moskee. Ja. Wat was het doel van die aankoop? Om te gebruiken, om operationele kosten te verzorgen aan Al-Farkaan moskee en de stichting Al-Waqf financieel zelfstandig lokaal te maken. Wat is er eindelijk met het pand gebeurd? Hij wordt op dit moment opslagplaats verhuurd. Dat was ook het oorspronkelijke doel? Voorlopig, ja. En wat zijn de ontwikkelingen als voorlopig voorbij is? Nou, ik ga ervan uit dat het zal herontwikkeld worden misschien. Opgebouwd worden appartementen of zoiets. Ga ik wel van uit. U weet het niet? Ik ben niet meer bij betrokken. Okay. U bent in ieder geval bij twee panden in Nederland bij de aankoopfinanciering van die panden betrokken geweest. In Rotterdam en in Eindhoven. Klopt. Bent u nog betrokken geweest bij de financiering van andere panden? Nee. Dit waren de enige twee panden waar u bij betrokken was? Ja. U bent 5 jaar directeur geweest van de stichting WAFK. Van 2013 tot 2018. Waarom bent u daar in 2018 vertrokken? Mijn taak is voltooid. En welke taak was dat? Ik moest alles reorganiseren, opnieuw herzetten. Dat heb ik gedaan. Ik heb mensen opgeleid, een nieuwe stichting opgezet, alles lokaal gemaakt. Dat was een stukje transparantie richting Nederland. En de nieuwe stichting, dat was de nieuwe stichting WAKF? Nee, Al-Abraar, dat is een hele nieuwe stichting.
El-Waqf heeft helemaal geen activiteiten meer vanaf die tijd. Is gestopt met alle activiteiten. De stichting Waqf bestaat niet meer? Bestaat nog, maar heeft geen activiteit. Is alleen een onroerend goed eigenaar. En wat zijn de taken van de stichting Al-Abraar? Nou, die hebben gewoon de operationele activiteiten overgenomen van Waqf. En waarom is dat? Dat was onderdeel van de reorganisatie, om alles lokaal te maken. Maar de stichting Waqf was niet lokaal? Voor een gedeelte niet, nee. Voor welk gedeelte niet? Omdat zat de buitenlandse bestuurders erin. Ik versta niet goed. Zat de buitenlandse bestuurders erin? In de stichting Waqf? In de stichting Waqf, ja. En zijn die er nog? Ik ga vanuit dat ze nog in de stichting zitten, maar toen ik wegging, zat ze nog in het bestuur. Waar kwamen die buitenlandse bestuurders vandaan? Uit Saoedi. Uit Saoedi-Arabië? Ja, ja. Die zijn trouwens ook de oprichters. Vanaf 1989, toen ik weggegaan ben, de oprichters zijn de bestuurders en zijn nooit veranderd. En die hebben u aangetrokken? Ze hebben mij aangetrokken, ja. En uiteindelijk heeft u activiteiten uit die stichting gehaald en bent u uit elkaar gegaan? Ik ben aangenomen om alles te reorganiseren, te restructureren. En dat heb ik gedaan. Was dat uw opdracht om tot te komen waar u gekomen bent, twee stichtingen? Ja. Was het bestuur van de stichting Waqf positief over uw eindresultaat? Ik hoop het. Maar dat weet u niet. Ik hoop het. Waarom moesten activiteiten lokaal gemaakt worden? Ik vond dat het beter is voor de samenwerking met de gemeente Eindhoven om mensen lokaal de dingen te laten doen, de dingen te laten uitvoeren. Ze kennen Eindhoven beter. Ze kunnen beter communiceren met de gemeente, met alle instanties. En dat gebeurde oorspronkelijk vanuit de stichting Waqf niet? Gedurende de stichting Waqf waren de meeste mensen niet uit Eindhoven, inclusief mezelf. En toen hebben ze iemand aangetrokken vanuit Egypte om het lokaal te maken? Nee, niet vanuit Egypte, vanuit Nederland. U was al in Nederland? Nee, ik kwam speciaal hier naartoe. Ik zat toen in Egypte, maar ik kreeg dit aangeboden. En ik vond het een mooie uitdaging. De enige reden dus dat taken zijn overgedragen aan die nieuwe stichting, is om het in een lokale bedding te plaatsen. Onder andere. Wat nog meer? Ik vind het gewoon effectiever en beter. Dat klinkt heel algemeen. Kunt u dat concreet maken? Nee, ik weet niet wat u bedoelt met concreet. U zegt dat het onder andere beter is om de taken die onder de nieuwe stichting zijn gebracht lokaal te maken. Onder andere betekent dat er meer redenen zijn. Ook, en mijn vraag is wat die ook voor de transparantie. Want de stichting Waqf was niet transparant. Nee, in de ogen van de lokale overheid was het meer transparant als je met mensen praat die lokaal zijn, die bekend is met alles. Dus het was altijd beter voor het functioneren van de stichting om mensen uit Eindhoven te benoemen. Vond de lokale overheid het niet transparant of vond u het niet transparant? Nee, de lokale overheid. En wat vond u? Het is altijd transparant geweest. Dus eigenlijk was er geen aanleiding voor u om het uit elkaar te halen? Wat vond die lokale overheid niet transparant? Wat hebben ze u verteld? Ze hebben het mij niet verteld. Maar dat was gewoon het algemene tendens in Nederland, dat islamitische stichtingen worden beschuldigd dat ze niet transparant zijn. En de stichting Al-Abraar is nu wel transparant? Ik hoop het. Dat weet u niet. Maar dat was uw eindresultaat? Mijn eindresultaat is gewoon de taak overdragen en mensen trainen om de taak te doen. En over te nemen, heb ik gedaan. En heeft geen enkel beeld bij hoe dat nu loopt? Ik ga vanuit dat het goed loopt, want ik hoor geen problemen.
En daarvoor wel? Normale problemen. Wie vormen het bestuur van de Stichting Alabraar? Nou, ik weet dat 5 man erin zitten met verschillende nationaliteiten. Met verschillende nationaliteiten? Ja. Verschillende oorsprong. Niet met Een andere. Niet verschillende. Het zijn Nederlanders met verschillende oorsprong. Ze wonen allemaal in Eindhoven? Of in de buurt van Eindhoven, ja. En zijn lokaal ingebed? Ja. In hoeverre zijn er nog banden tussen de Stichting WAKF en Saoedi-Arabië? Geen idee. Heeft geen enkel idee daarbij. Op dit moment weet ik niet. En toen u wegging? Toen ik wegging, de enige band wat we hadden, is dat het bestuur daar vandaan kwam. Compleet? Nou, met Sheikh Ahmed, nou. Ze zijn 4, het bestuur is 4. En zij hebben geaccordeerd dat u die taken uit de stichting haalde en onder Stichting Alabraar heeft gebracht? Tuurlijk. Ik heb dat allemaal voorgesteld. Zeg ik mee akkoord. Dan mijn laatste vraag. In hoeverre spelen beide stichtingen nog een rol in de financiering van moskeeën? Geen. Geen enkele? Geen enkele meer. Totaal niet. Ik bedoel moskeeën. Niet de moskeeën in het Vulkaan, maar gewoon moskeeën in het algemeen. Vulkaan en algemeen? Ik denk geen. Op dit moment, toen ik wegging. Doet de Stichting Alabraar de beheertaken van de Vulkaan? En de eigendomssituatie is dat het eigendom is van de Stichting WAKF. Ja, ze zijn nog de onroerend goed eigenaars. Hebben ze nog meer onroerend goed? Op dit moment alleen maar 2 gebouwen. Ze hadden 3, maar er was eentje in Breda, maar die is verkocht. Dus alleen nog 2 gebouwen in Eindhoven? Alleen 2 gebouwen in Eindhoven. En de Stichting Alabraar doet het beheer van beide gebouwen? Ja. Helder. Nog even terugkomen op ons gesprek eerder. U ging naar Qatar, naar een charity. En u heeft uitgelegd dat die charities er zijn omdat dat voldoet aan de 4e pijlen van de islam. Het geven van giften. Sorry. Nog de zakat. Ja, zakat, ja. Daarvoor zijn die charities er ook. Ja. Oké. Okay. Waarom benadert u dan, als u een beleggingspand wil aankopen, waarom benadert u dan een charity? Ik heb een Noor Foundation benaderd. En de Noor Foundation zit, het bestuur daarvan en directie, die zit in Qatar. En de vormde een onderdeel van Eid Charity. Vandaar dat ik bij Eid Charity terecht kwam. Dus ik heb dat voorgesteld aan Noor Foundation. Die hebben mij verwezen, intern min of meer, naar Eid Charity. Ik vraag het u omdat u in uw position paper heel duidelijk aangeeft dat de zakat een plicht is en dat daarom geïnvesteerd wordt. Dat doen ze uit goedheid, omdat het hoort. Ja. Maar het aankopen van een beleggingspand is gewoon investering. En u zei daarna ook nog dat het doel was om winst te maken. Ja, voor die stichting, ja. Hoe past dat dan in die zakat, in die charity? Dan moet ik aan hem vragen, ik moet aan een theoloog vragen hoe dat in elkaar zit. Voor mij was het toen als beleggingsobject. En dat het geld uit de zakat komt. Ja, dan moet het mogelijk zijn. Ja, ik vraag het omdat u op eerdere vragen zei van ja, waarom gaat het geld naar Nederland? Toen vertelde u dat dat komt omdat dat een plicht is en omdat dat goed is om te doen. Ja. Maar nu zegt u dat het draaide om winst maken. In dit project draait om winst maken. Maar uw vraag was toen, ja, waarom doen de Saoedi's of de moslims in dit geval
zakat naar het buitenland. Ik heb gezegd, het gaat niet alleen naar Nederland. Het gaat gewoon wereldwijd. Gewoon zoals bij de kerken. Waarom wordt een kerk geopend? Waarom wordt een synagoog geopend? Nee, maar het gaat me om die zakat. U koppelde dat aan. Ja, nee, maar dat is precies in de andere geloven. Het is een soort donatie. Ja, maar bij ons het is gewoon een zakat. Maar ik snap het. Ik ga alleen in op uw eigen argumentatie in uw position paper. En daarna de uitleg die u hier eerder heeft gegeven. Mm-hmm. En op zich klopt dat hele verhaal niet met het feit dat het dus geen gift is om iets goeds te doen, maar gewoon een investering om geld te verdienen. En dat snap ik niet, hoe u dat aan elkaar kunt koppelen. Maar in het principe, als je een trust hebt, ja, of het charity of niet, ja, dan moet je dat geld kunnen investeren om inkomen te creëren, om je charity activiteiten te kunnen financieren. Dus er is niks op tegen als een charity organisatie om een investeringsband te hebben of een aandelenportefeuille te hebben, om inkomen van te hebben voor je gewone activiteiten. Dus eigenlijk de winst die gemaakt is, die komt niet in een zak van een persoon of van de donateur, die gaat terug ook naar de stichting zelf. Dus het is niet tegenstrijdig. Het past precies erin. Heeft u meer voorbeelden van giften die gedaan worden vanuit de zakat om alleen winst te maken? Nee, ik heb voor de rest geen andere voorbeelden. Niet wat ik zelf meegemaakt heb. Dus dit was toevallig. Dat is wat ik meegemaakt heb. Ja, en dit wijkt toevallig af van al het andere. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ervaring waar ik voor hier zit. We zijn aan het einde gekomen van dit verhoor. Ik wil u danken voor uw komst naar de Kamer. En dan sluit ik de vergadering.